De grote steden zijn niet veilig. Het platteland eigenlijk door de bank genomen wel. Maar je ziet een enorme criminaliteitsstijging in de grote steden. Dat is niet altijd georganiseerde criminaliteit, maar het zijn ook vaak benders. Mensen met wapentuig die schieten, overvallen, plegen, afrekeningen. Het is niet zo georganiseerd in die steden vaak zoals het hier volgens mij is. Maar het is niet meer deskundigheid, maar het is wel een groot probleem. Ja, en dat wordt veroorzaakt door de moeilijke economische toestand. Het beleid wat gevoerd wordt, waar komt dat door? Ja, wat je ziet in Amerika is dat de verschillen tussen mensen die mee kunnen doen en mensen die niet mee kunnen doen zijn heel groot. Dus op het moment dat je geen goede opleiding hebt, je komt uit de verkeerde wijk, dan is het heel lastig om gewoon in je eigen... De American Dream bestaat niet meer, daar komt het eigenlijk op neer. De American Dream bestaat niet meer voor iedereen. En de mensen die buiten de boot vallen, die grijpen naar, om het te zeggen, onconventionele methodes om in hun behoeften te voorzien. En daarnaast zie je ook nog wel wat je in die sommige grote steden hebt van die straatbendes die zich ontwikkeld hebben en die bende families, ik ben niet helemaal thuis in het jargon, maar die elkaar ook bestrijden. En die leveren vooral elkaar heel veel ellende op. Ja. Maar zorgt wel voor een enorm gevoel van onveiligheid. En dat is natuurlijk voor burgers verschrikkelijk. En de uitslag van de laatste verkiezingen, de midterms, wat voor invloed heeft die op de situatie in Amerika? Want er werd op een gegeven moment zelfs over burgeroorlog gesproken, een paar maanden geleden. De verwachting was dat Trumpiaanse kandidaten die namens de Republikeinen voor de Senaat en voor de gouverneursposities gingen, dat die kantje boord wel of niet erin zouden komen en eigenlijk op die reden een hertelling zouden aanvragen. En als het spannend zou worden met betrekking tot gaat de meerderheid van de Republikeinen wel of niet daarvan afhangen, zou dat tot spanning kunnen leiden. Maar de uitslag was eigenlijk zo duidelijk dat de kandidaten die verloren hebben ook zelf vrij snel hebben toegegeven dat ze hebben verloren op eentje na. Ja. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het niet geëscaleerd is en dat eigenlijk ook die achterban morrend akkoord lijkt te gaan met de uitslag zoals die is. Ja, en is er iets meer wijsheid ingeslopen dan in Amerika daar? Of is dat niet helemaal het geval? Omdat ze dachten dat het een enorme rode overwinning zou worden. Een rode golf. Maar zijn er dan nog iets meer mensen, jonge mensen, vrouwen, die dat evenwicht een beetje kunnen herstellen? Ja, de verwachting was dat de Republikeinen, en die staan voor de kleur rood, die een giga-overwinning zouden boeken. En met name gedreven door de enorme inflatie waar alle Amerikanen mee te maken hebben en grote onvrede over Biden. Maar de doorslag lijkt toch te hebben gegeven de opkomst van de zwevende kiezers, dan met name de vrouwen daarin. Omdat die toch meer dan uit peilingen zou blijken abortus nog belangrijk genoeg vonden om naar de stembus te gaan. En die hebben ervoor gezorgd dat de overwinning van de Republikeinen eigenlijk heel erg dun is. En daarmee die grote slag voor de Republikeinen achterwege is gebleven. Ja. John, je wordt binnenkort 60. Hoe lang wil je dit blijven doen? Nou, ik wil het nog wel een paar jaar door blijven werken eigenlijk. Dus 67, gewoon de pensioenleeftijd en dan? Nou, bij de Telegraaf ligt dat op 67. Maar ik zou in principe kan ook eerder stoppen. Maar waarom zou je stoppen als het werk nog gewoon heel erg leuk is? Ja, maar Bert Wagendorf schrijft vandaag in de Volkskrant. Wat is er aan de hand in de Verenigde Staten? Is 80 het nieuwe 40? Is sterven passé? Want dat gevoel krijg je. Trump is tegen die tijd 78, als hij het eventueel zou kunnen worden. En dan is Biden 82 en die wil ook door. Ja, en die is 86 als hij dan zou stoppen. Dus dat is nog een slag erger. Wat je wel vaak leest is dat als mensen maar door blijven werken, dat ze dat ook jong en vitaal houden. Ja, dat zegt Erik Scherder ook altijd. Overtuigd. En Kerkorian en zo, die oude investeerders. Johan en ik denk met Biden en met Trump dat je hetzelfde ziet. Maar in Amerika zie je toch ook heel veel mensen achter de kassa zitten, in allerlei beroepen, zeg maar bezorgers in restaurants en noem maar op, die gewoon 70, 75 zijn. Dus, maar dat is vaak noodzaak, neem ik aan. Ja, dat is noodzaak. Maar die kant gaan wij toch ook op in Nederland, denk ik. Dat lijkt toch dat die pensioenleeftijd steeds meer opschuift. En dat jongeren van nu waarschijnlijk gewoon tot de 70ste moeten doorwerken. Ja, die kans zal er ongetwijfeld zijn. In Amerika zijn de pensioenen ook heel erg aan de aandelenkoersen gekoppeld. Dus op het moment dat je bij een bedrijf werkt of van de aandelen instort en net op het moment dat je met pensioen gaat, dan kun je weer doorwerken. Ja. Dat is, als je het niet goed geregeld hebt, heel risicovol. Hoe enthousiast was de reactie van de Republikeinen? Trump gaat het weer doen, hè? The comeback from America. Ja, die was nogal geminkt. Wat je ziet is dat Trump toch gehavend uit die verkiezingen is gekomen, omdat zijn kandidaten het niet zo goed hebben gedaan. Dan komt er bloed uit Trump en die haaien die zwemmen daaromheen en die ruiken dat en die proeven dat en die gaan bijten. Dus je ziet opeens dat dit de aanleiding is geweest voor veel Republikeinen om openlijk kritiek te uiten op Trump en te roepen dat hij het niet meer moet doen in 2024. Dat is in jaren niet gebeurd en dat is echt een hele grote verandering. Ja, maar hoe groot is de kans voor DeSantis? Want dat wordt als belangrijkste opponent gezien. Ja, die wordt door de media helemaal de hemel ingeprezen, zowel door links als door rechts. En ook uit peilingen zie je nu dat DeSantis het onder Republikeinen in sommige peilingen al beter doet dan Trump. Dus Trump is een gewaarschuwd man. Maar die tellen voor twee, dus we zijn nog niet van hem af. Nee. Wat vind jij zelf van hem?
van Trump? Van de centers. Nou, de centers is wel een politicus die durf heeft en die besluiten durft te nemen. En als je kijkt waarom Trump populair was, was niet zozeer de inhoud van zijn beleid, maar dat hij daadkrachtig was en permanent bleef streven naar het zoeken van oplossingen. En dat heeft de centers ook. En dat maakt hem met een nieuwe generatie, het is een 40er en niet een 80er, toch ook wel weer de hoop van de toekomst voor veel conservatieve Amerikanen. Ja. Ga je graag naar Amerika of kan dat op dit moment? Dat kan wel voor jouw situatie. Zeker. Ja? Zeker. Ik vind het een leuk land. Dus New York, Miami, San Francisco zijn natuurlijk supersteden. Het is ook heel veel saai natuurlijk in heel veel staten van Amerika. Maar ik vind het wel een fascinerend land. Je hebt een leuk land, Koen? Ja, het is een prachtig land. Het platteland is heel mooi omdat het echt een stap terug in de tijd is. Ja. En de steden zijn geweldig omdat er ongelooflijk dynamiek heerst. Dus zowel het platteland als de steden hebben aantrekkingskracht, maar de steden zijn leuker. Oké, okay. Koen, wel weer bedankt. John, we gaan zo meteen het laatste half uur in. Gaat het nog een beetje? Ja, joh, we gaan nu vlammen. Oké, dan gaan we er even keihard tegenaan. Laatste half uur zo meteen in deze